Hallo Weegschaal, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Mivi en Buddy Advies op Facebook. Het is echt een leuke lezing. Je kan het heeft een negatieve kant, maar het heeft ook een positieve kant. En ik maak je alleen maar nieuwsgierig. Maar je kan ook mijn andere kanalen vinden op de hoofdpagina. Van Facebook, Instagram, bla bla bla. En als je lid wilt worden omdat je nieuw bent, kan je dat gratis doen hier beneden. Klik op het belletje nadat je lidmaatschap hebt geklikt. En dan word je genotificeerd. Wil je niet genotificeerd worden, dan is dat ook goed. Maar word wel lid, want dan slaat hij het kanaal op in je bibliotheek en dan kan je me makkelijker vinden. Ik ga live elke dag. En zeker ook 's avonds 1 of 2 keer per week. En dan geef ik, 's ochtends geef ik een kaart voor de dag. En als je binnenkomt, dan krijg je ook nog een gratis. Ik geef een kaart voor elke sterrenbeeld, elke dag. En als je binnenkomt, krijg je een gratis kaart. Is het niet druk, dan krijg je er meerdere. Zo, ik hoop dat je te zien in de live sessie. En welkom aan de nieuwe volgers. En ik heb hele leuke reacties gehad van heel veel van jullie. Top, top, top. Jullie maken de theekramer. Ik hoop dat jullie het inderdaad net zo leuk vinden als wij het doen. Wij in de theekamer. Ik noem het de theekamer, de chatroom. Want je kan een bakje koffie meenemen en je kan zitten, je kan genieten, je kan meeluisteren of je kan meedoen. Net wat je wilt. Of een bakje thee. Nou, dit is jullie lezing voor 6 tot 12 mei. En we zitten al bijna aan de helft van het jaar. Nou, jullie hebben de dobbelstenen. Zo, dit betekent gokken. Waag die gok of waag die gok niet. Dat is wat deze kaart betekent. Het hangt er natuurlijk af voor wat de kaarten ernaast zijn. Maar we hebben de ooievaar. En de ooievaar betekent... Een nieuw begin, nieuwe projecten, nieuwe hobby's, een geboorte, horen over een geboorte, vruchtbaarheid, misschien ga je verhuizen, misschien ga je op vakantie. Het is een 360 graden omkeer, oké? Zo, waag die gok als het een goede is en een wijze. Bijvoorbeeld als je naar huizen bent wezen kijken en je zegt ja... Ik vind dat huis leuk, kan ik het wel betalen? Waag die gok, stap dan naar de hypotheker en ga uitvinden. Ben je een gokker? Dan is mijn advies, gok niet met grote sommen geld en doe het niet te vaak. Het is een slechte gewoonte, maar een kleine gok zoals een loterijkaartje winnen, wat een nieuw begin kan brengen. Dat is heel duidelijk, dat is oké. Zet het, en dan krijg je te horen, zet alles niet op het spel. Een kraskaartje van een euro kan je ook kopen, dat kan je ook een nieuw begin brengen. Als je een grote gokker bent, ja, dan heb je een periode van geen geld misschien. En dan moet je overbrugging vinden, een compris, om dat geld bij elkaar te verzamelen. Om het af te betalen. Zo, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Heb je een baan aangeboden gekregen? Dat is de ooievaar, het nieuwe begin. Waag die gok. En dan moet je misschien, heb je je ontslag ingediend. Maar je wilt ook geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Maar dan is er misschien een periode dat je pas begint over 2 maanden en je opzegtermijn is 1 maand, maar het loopt niet helemaal soepel, zo je moet dan even overbruggen. Misschien ga je dat huis toch kopen, waag je die gok en je moet een nieuwe keuken of een badkamer erin zetten, maar jij hebt jouw huis verkocht en je moet even ergens anders verblijven, dus bij familie en vrienden. Zo, dat is die overbrugging of die compromis sluiten. Dan heb ik onderop het dek heb ik de muizen. En de muizen, daar loopt iets te knagen. Misschien loop je te malen. Het betekent ook verlies. Het betekent ook, misschien heeft iemand iets meegenomen dat niet van hun is. En je bent bezig en je werkt in groepen. Vraag, als je hulp nodig hebt, vraag dan hulp aan mensen. Je bent niet alleen.
Dit is ook een bericht van de muizen, want ze zijn altijd samen. En loop niet te malen. De oplossing ligt er. Oké? De oplossing ligt er. Samen sta je sterk en neem die gok. En dan kan je die overbrugging vinden. Oké? Of die compromis. Ja, je bent heel druk bezig en het is toch advies om toch een tijdje uit te nemen. Want je hebt de vier van zwaarden. Dat is je themakaart of je katalytische kaart. En de vier van zwaarden betekent rust, tijd uitnemen, mediteren, retreat, evalueren. Zoals je die gok gedaan hebt en je hebt geld verloren, ga dan ook na de... En je loopt in je hoofd, je loopt te malen van, op de, van hoe moet ik het doen, hoe moet ik die compromis vinden. Ja? Vraag voor hulp, er zijn mensen, kijk maar hier zijn er ook mensen, mensen die om je geven. En ga de puntjes op de i zetten en je t kruisen. Zo, maak een lijst van prioriteiten, zodat je weer op de rit kan komen voor een nieuw begin. Als je hulp vraagt, de antwoord van de engelen, dat is de kaart van de antwoord van de engelen, communicatie, duidelijke communicatie, communiceer duidelijk. Zo vraag om hulp en wees ook eerlijk en vertel dat persoon die je om hulp vraagt om samen te werken met jou, want het is jij loopt te malen en vertel hem je problemen of haar. Er is altijd hulp. En dat is waarom de engelen zeggen, communiceer duidelijk. Eerlijkheid duurt het langst en de oplossing is er, de overbrugging, het nieuwe begin. Kom, is er voor je als je dat waagt. Zo, verlies kan verminderd worden of tegengehouden worden. Oké? Ik vind het een hele mooie lezing. Want het is ook zowel, je kan een gok wagen, maar doe het dan met zekerheid zoveel mogelijk. Een kleine kraskaart of een loterijkaart, want dat kan ook een heel mooi nieuw begin, een nieuw huis betekenen. Of geld in het laadje, zodat je geen overbrugging nodig hebt en dat je ook niet de zorgen ervan hebt en het verlies. En zet alles natuurlijk op een rijtje. Ik hoop dat je deze lezing inderdaad net zo leuk vindt als ik, of gevonden hebt als ik. Het was een plezier om het te doen en ik hoop jullie in de live sessie terug te zien of in de bij de volgende video. Probeer deze video ook te... Ga terug naar de maandelijkse video en zie of deze resoneert met je maandelijkse video. Dit is een algemene lezing, zo het telt niet voor iedereen. Gebruik wat je kan gebruiken en leer ervan. Het is een vorm van, in Engeland hebben ze een mooie gezegde, food, eten voor gedachten. Zo, het is eigenlijk iets om over na te denken. Ik hoop dat ik iets meegegeven heb waar je over kan nadenken en wijzer van kan worden en meenemen in je levenservaring. Tot ziens en wees gezegend. Thank you.